Joe's vissen. We hebben nog een doos. Een hele grote doos. Op YouTube heb ik nog niet verteld dat wij een waterplantentest hebben gedaan. En ik moet zeggen dat Hobbyzoo Anura naar mijn mening de mooiste planten had. We hebben daar moederplanten besteld. Oh, die kun je hier niet zien. Die zitten in de grootbak. En dat waren echt moederplanten. Echt ontzettend mooi, mooie kwaliteit. En goed verpakt, niet gekneusd en zo. Dus ze kwamen goed binnen. Nu hebben we weer een doos van hun. En ik ben benieuwd wat hier nou in zit. Ik weet wat ik besteld heb, maar zoveel besteld. Zullen we eens gaan kijken. Wil jij ook wat zeggen? Zo. Ik hoop dat jullie mij goed kunnen verstaan. Oh, het is zelfs warm. Nou, dat maakt het helemaal spannend. Oh, wauw. Hoezo is het warm? Oh, kijk. In plaats van een cool element is dit een shipping warmer. Fantastisch. Zullen we eens kijken. Rotzooi. 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 Altijd spannend. Rotzooi. Kijk eens. Oh jeetje. Ha! Ik kan het niet openmaken. Want. Zie je dit? Hier zitten ze allemaal los in. Ik ga eens kijken. En hier zitten ze ook allemaal los in. Hoe gaan we dit nou doen? Misschien, maar dan moet ik even een ander filmpje voor maken. Moet ik een aquarium pakken die ik nog over heb. En ze daarin doen. Dan kan ik ze jullie laten zien. Maar voor nu, als ik dit openmaak, dan springt alles eruit. Want hier zitten namelijk krekels in. Ik dacht dat ze in een doosje zouden komen. Maar ze zitten dus in zakken. Oké, deze gaan even aan de kant. Oké, nou, kijk eens, weer ontzettend mooi verpakt. Hier hebben wij de Anubias heterofolia. Heterofilia? Folia? Filia? Heterofilia. Dat zijn er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hier hebben we de Anubis Nana. Na, na, na. Top, top, top. Dan hebben we hier nog. Oh, deze zien er mooi uit. Oh, ik zie hier ook Anubis Nana en. Ja, dat kan ik dan weer net niet zien. Dan moet ik het echt uit gaan pakken. Wauw, die zien er echt mooi uit. Zodra ik die doos weg heb, dan zal ik ze even laten zien. Laat ik eerst eens even dit eruit halen en dan halen we die doos weg. Zo, weg met die doos. Dan komen we in de doos. Pakken we de schaal. Zullen we eens even kijken. Oh, mooi verpakt.
gepakt. Misschien vraag je je af, ik heb eigenlijk alleen maar Anubiërs verkocht. En we hebben hier ook genoeg andere plantjes in. Maar deze plantjes kan ik ook in de grote tanks doen. En ze worden wat minder snel opgegeten. En hoe meer ik erin heb, hoe minder ze eigenlijk worden opgegeten, heb ik gemerkt. Dus vandaar. Is dat zoals hier heb ik ze ook op de stenen geplakt, hier heb ik ze op hout geplakt. Ah, ik zie dat hier ook op de steen, maar dan hangt er gewoon blad voor. En dat vind ik mooi, want dan kun je het dusdanig inrichten. Even kijken. Dit is een mooie baby, de Nana. Nana. Ook een Nana. Ze moet gewoon even de handen knellen. Oh. Ook een Nana. Nana. Kijk eens. Hier hebben we de Heterophilia. En dit is de Nana. Zie je het verschil? Deze heeft meer lange bladeren, een langere stengel. Deze heeft kortere bladeren, korte stengeltje. Oh, daar komt iemand aan. Heterophilia. 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 Nana. 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 Oké, deze is leeg. Zo. Die warmte. Fantastisch. Eens even kijken. Marco. Waar ik die krekels in moet doen. Het is de eerste keer dat we krekels kopen, levend. Normaal gesproken wordt dat, is dat voer voor hagedissen, maar wij hebben ook roofvissen. En ik hou er niet van om levende vissen erin te doen of dergelijke. Maar ik dacht wel. Voor een aantal vissen is het wel interessant als iets beweegt aan de oppervlakte. Dus vandaar dat ik dacht, ik ga het een keer proberen. Who knows? Kijk, dit is weer een andere. Altijd jeuk aan mijn neus als ik iets moet doen waarbij ik vieze handen heb. De Congensis. Geen idee of jullie deze kennen. Heterophilia. Congensis, Nana. Het zijn allemaal planten die je niet plant, maar die je op een steen of op hout kan monteren. En het komt dat als je ze plant, gaan de wortelen rotten. Heterophilia. Deze wortels hebben nodig dat het water er langs komt. Oh, fantastisch. Hier kunnen we weer ontzettend mooie dingen van maken. Ja, fantastisch. Oeh, helemaal zin in.
moet denk ik nog wel even wat meer lijm kopen. Congensis. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Fantastisch. Nou, ik ga dit even snel. Oh, wat is dit? Congensis. Volgens mij heb ik namelijk 4 verschillende soorten. Congensis. Heterophilia. Dus we hebben voor nu al de Congensis, Heterophilia en de Nana. Weet je wat? Ik pak het even uit en ik zo bij jullie terug. Nou, daar ben ik weer. Even de camera weer aangezet. Dit is wat we hebben gekregen. Super fantastisch. Het zijn 5 verschillende soorten Anubias. En de ene groeit snel en de andere groeit langzaam. Zoals deze, de Nana, die blijft wat kleiner. Dus die kan je heel goed op de voorgrond zetten. Deze, oh, dit is ook de Nana. Nana. Wat hebben we hier? De Ocelot Red. Zeg ik het goed? Ocelot, of zeg ik het dan heel Nederlands? Oké, nou ja, goed. Deze kan in het midden of achteraan. Dus die wordt inderdaad ook wat groter. Fantastisch. Dan hebben we ook nog de Congensis, Anubias Congensis. En dan hebben we deze, de Heterophilia Congensis. En ook, dit is allebei midden- en achterplant. En deze ook. De Bacterie. En dan hebben we toch nog de Heterophilia. Eigenlijk, dit is allemaal midden en achter, zijn alleen deze 2 die wat kleiner blijven, die meer op de voorgrond. Daarbij wil ik ook nog even zeggen van, ik had 10 van alles besteld. Nou kan het zijn dat ze misschien niet overal 10 van hadden. Dus ik heb van sommigen iets meer gekregen dan van anderen. Maar wat ik wel echt super gaaf vind, het zouden er 50 moeten zijn en ik heb 56 gekregen. Dit is niet per se een goedkoop plantje, dus hartstikke bedankt dat we iets meer hebben gekregen. Dat het ontzettend mooi verpakt is. Dat het, wederom hobbyzoo, shout-out. Ik word trouwens niet gesponsord. Dankjewel dat ik er toch 6 extra heb gekregen. Het ziet er weer fantastisch uit, wij gaan hier wat moois van maken. En dan neem ik jullie mee in de volgende video om te laten zien wat we hier allemaal mee doen. Ik zie jullie de volgende keer weer. Oh, trouwens, als je het wilt bijhouden, klik even op die bel. Zet even iets neer, een leuk commentaartje. Hou je ook van deze planten? Gebruik je deze ook? Doe je aquascape? Plak je ze vast? Wat doe je ermee? Laat het me weten. En even die duim omhoog. Dat zou ik fantastisch vinden. En dan zie ik jullie de volgende keer. Tot ziens. Doei doei.